Hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Emergency Hamburg en vandaag gaan we met vrachtwagens rijden. Ik heb al wat vrachtwagens unlocked, de gratis, deze van 600 XP, maar ook nu die van 2000 XP. En hierna hebben we 4000 en 6500 nodig, dat is best wel veel, maar vandaag kunnen we in ieder geval wel lekker gaan rijden met de man TMG. Hartstikke mooi, we gaan gelijk instappen. We hebben al een delivery, dus we gaan even naar de pick-up rijden. Zo, dan gaan wij in het groene vak staan. Er wordt de vracht voor ons ingeladen. En dan kunnen wij nu door naar de afleverlocatie. Hoppa. En de boel is afgeleverd. Dan kunnen wij nu onze nieuwe vracht gaan pakken. Dat is van de jeweler naar de dealership. Dat vind ik wel een mooie. Dan gaan wij... Oh, ik ga nu echt iets heel gevaarlijks proberen, want dat is best wel een pokken eind lopen als dit fout gaat. Ik ga kijken of ik via deze route naar de juwelier kan. Dat lijkt me echt heel grappig als dat kan. Oh ja, dit wordt wel eventjes een keertje steken. Maar... Dit kan gewoon ook met vrachtwagens. Ziek. Dit is wel leuk dat dit ook met vrachtwagens kan. Kunnen we nu gaan met alle auto's kunnen we een shortcut rijden. Dat is wel lekker. Dan gaan wij even zo de vracht ophalen bij de juwelier. En dan zien we jullie zo als we de vracht gaan afleveren. Hoppa, mooi bij de dealership aangekomen. Gaan wij hem weer mooi het groene vak in rijden. Hop, doen wij mooi de auto hier neerzetten. Dan hebben we hier eentje van warehouse 2 naar house 3 voor 33 XP. Die gaan we lekker accepteren en dan gaan we even naar warehouse rijden. We hebben het vrachtje weer lekker opgehaald. We gaan even lekker naar huis 3 rijden en dan kunnen we daar de boel weer lekker afleveren. Zo, ja, dit wordt wel eventjes lekker achteruit rijden. Hoppa, doen we eventjes lekker mooi inparkeren. Hop. En de vracht is afgeleverd. Dan hebben we 2 van 27 XP. We kunnen er eentje... Deze is het kortst, dus die gaan we sowieso. Dan moeten we naar huis 2. En daarna naar het ziekenhuis. Dat... is best wel dichtbij, dus dat is best wel een goede eigenlijk. Gaan we eventjes hier mooi niet geflitst worden. Dan gaan we eventjes hier weer achteruit erin steken. Kunnen we daarna gelijk weer wegrijden. Hoppa, ik weet geen idee wat ik hier heb opgehaald zojuist. En dan rijden we nu door naar het ziekenhuis. Hoppa, een beetje afsnijroute om harder te kunnen rijden zonder geflitst te worden. Zo. Hop, doen we deze even hier al neergooien. Ik ben ook echt benieuwd, misschien, maar daar heb ik geen leaks of wat dan ook over gezien. Komt er wel binnenkort ergens een keer een helikopter? Want we hebben natuurlijk hier wel een helikopterplatform bij het ziekenhuis. We hebben nooit iets van helikopters gezien of gehad. Dus dat zou wel heel cool zijn als we ook iets van een helikopter zouden krijgen voor de ambulance, voor de politie. Dat zou wel heel chill en ziek zijn. Die zijn waarschijnlijk echt onbetaalbaar qua hoeveelheid XP dat het gaat kosten. Maar het zou wel heel ziek zijn als je gewoon met een helikopter kan rondvliegen. Wij moeten nu weer wat ophalen. Bij de, niet bij de harbour, maar bij de terminal van de haven dit keer. Alleen dan moet het licht wel eventjes op groen gaan. Want dan komen we daar natuurlijk nooit. Dus lamp... Doe eens even groen, want ik heb haast. Hop, stel auto's die in de weg staan. Doen we hier eventjes mooi weer de delivery oppakken. Ik word gewoon gebeukt, joh. Doe ze even normaal, man, Ruurt. Gadverdamme, wat een kurk. Laten we dan eventjes hier achteruit rijden. Dat gaat het snelst. En dan doen wij rijden naar de... Oh, dat is echt heel dichtbij, dit. We moeten gewoon naar de construction site. Dat is echt heel lekker dichtbij. Alsjeblieft, lampje, blijf op groen. Blijf op groen. Nou, ik ben veel te laat. Ah, wat verdrietig dit nou weer. Waarom werd je nou weer rood? Nou, dat wordt heel lang wachten voor zo'n korte afstand. Hoppa, doen we nou even de construction site opdraaien. En dan rijden we hier mooi het groene vlakje in. Dan hebben wij weer keuze uit Harbour Warehouse 2 naar dealership voor 36 XP. Die gaan we lekker pakken. En dan, hop, doen we hier eventjes... Mooi erop indraaien en dan gaan we naar warehouse 2 en daarna lekker naar de dealership. Hoppa, met het vrachtje opgehaald. We zijn alweer lekker onderweg naar de dealership, als het geloof ik er naartoe gingen. Ja, daar gingen we inderdaad naartoe. Hop, dan kunnen we hier, als deze even lekker oranje blijft knipperen, kunnen we hier lekker doorheen schieten met 80. Lekker snel. Kunnen we hier het dirtpaadje nemen. Lekker. En dan staan we in één keer in het groene vakkie. Oh, het is toch fijn als je de map een beetje kent. Dan kun je overal makkelijk goed en snel komen. We hebben hier eentje van 51 XP. Die gaan we zeker pakken. Hoe meer XP, hoe beter.
Dan gaan we even weer naar de haven toe. En dan daarna gaan wij. Waar moesten we naartoe? Geen idee. Dat gaan we zo wel zien. Hoppa, staan we weer lekker in terminal 1. Kunnen we gelijk weer even achteruit rijden. Dan moeten wij naar Gus and Go Fuel. Oeh, dat is wel lekker een plekje om naartoe te rijden. Dan gaan we even lekker naar Gus and Go toe rijden. Dat is best wel een eindje weg eigenlijk. Maar 51 XP, daar houden wij wel van. Dus wij gaan zeker even lekker naar Gus and Go rijden. Wat is hier aan de hand dan, maat? Wat is hier dan aan de hand? Nou, hier komen we wel doorheen. Maar what the fuck is hier aan de hand, maat? Het slaat weer helemaal nergens op dat ze weer de hele weg neerzetten voor één mannetje. Hoppa, zijn we hier bij Gus and Go? Ik ben benieuwd wat ik moest afleveren. Of ja, ik moest afleveren hier. Dus ik ben benieuwd wat ze nou hebben ontvangen. Dan hebben wij 36. Ja, 36 is de grootste. Dat is van de jeweler naar nog iets. Dus we gaan even lekker naar de jeweler. Dan hebben wij namelijk wat op te halen. Hebben we een bestellingje voor ons klaar liggen. En dan gaan we daarna naar de bestemming toe rijden. Dat is natuurlijk ook wel even nodig. Je kunt het altijd in onze truck blijven houden. Hoppa, doen we hier even links. En dan hier weer het stuur naar rechts gooien. Hopen dat er geen flitser staat, want anders dan kan ik niet zo lekker door. Er staat geen flitser, dus we kunnen lekker doorstampen. Dan gaan wij eens even lekker hier in het groene vak parkeren. En dan hop, hebben wij die gehaald. En dan moeten wij naar het hospitaal. Dan kunnen we niet de shortcut nemen, want dan rijden we om. Dus wij gaan lekker de normale weg rijden. Dan zien jullie zo als we bij het hospitaal zijn. Kom maar zelfs achter dat ik een afslag heb gemist. Dus dan rijden we maar een klein beetje om. Hoppa, rammen we hem hier eventjes lekker de hoek om. Doen we lekker aan het stuur trekken alsof helemaal niks is. Hoppa, trekken we hier om. En dan hier een soort van shortcut nemen. Banden afgebroken, dat is niet zo erg. Dat kunnen we wel vervangen. Hop, hebben we nog steeds 100 CP. Nou, dat vind ik best wel lekker eigenlijk. Kunnen we hier eventjes de boel inleveren. 39 XP, warehouse 1 naar nog iets. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Gaan we naar warehouse 1, want daar hebben we wat moeten ophalen. Prachtig. Zo. We hebben het kunnen inladen, maar het stond hartstikke scheef. Prachtig. Ik denk dat wij nu maar eens even lekker een timelapse gaan doen. Want anders hebben jullie allemaal gare knippies. En het is ook wel lekker om even iets wat aan één stuk is door te kijken. Dus vandaar dat wij even nu lekker een timelapse gaan doen. Ik zie nu pas dat ik nog 1,3 liter heb om een vracht af te leveren.
En daarmee dan. Oh, dit lichtje moet heel snel op groen gaan staan. Want het is echt niet chill. 1 liter, 0,9. 0,8. Grap groen. Grap groen nou. 0,7. Groen. Ja. Oh. Waarom zit ik nou weer vast? 0,5. Oh, en ik moet ook echt best wel veel. Dit ga ik niet meer halen. 0,4. 0,3. Hop, er doorheen. 0,2. 0,1. Ja, oh, hier. Oh. En toen had ik geen snelheid meer. Oh, dus moet ik hem er nu echt in krijgen, netjes in krijgen. Even kijken, is er ADAC? Er is ADAC. Oh, die komt er dan nu waarschijnlijk aan. Maar die marker staat dan wel op de verkeerde plek. Dus we moeten hier eventjes stil gaan staan. Dan staat hij stil. Dan klik er eentje aan, maar die gaan we niet meer doen. Dan ga ik lekker naar de truckdealer rennen. We zijn klaar met onze diensten. Mogen de vrachtwagen gaan afslepen, want die heeft geen benzine meer. Hier vliegt de boel opeens in de fik. We hebben 630 XP. Ik vind het helemaal prachtig voor vandaag. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker op de zaag terug bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer.